En natuurlijk helpen ze ons graag een handje voor die technologie bij ons binnen te krijgen. Zijn van die computers kosten eigenlijk niet veel en er zijn subsidies genoeg. Subsidies zoals we weten, we betalen het allemaal zelf. Dus ik vind, geef mij maar de goede nou in tijden van spioneren. Alhoewel, vandaag is het ook wel een leuke tijd voor spionnen. Oké, maar verder met het leuke werk. Welke systemen kennen we dus? De gsm-tours, voor mij zijn dat de wachters van het systeem. Dat zijn die ons dagelijks in de gaten houden. We know where you are. Hè? En we weten zoals Peter dat eerst zei, hè? Datalogs zijn gekoppeld voor jaren lang. Je zegt daar kan niet worden met de camera's. En je zou het zelfs bij hem twijfelen van, ja, ik geloof het niet, dat kan niet. Hè? Dat kan niet als de camera dat niet kan weten van, shit. Dat die kan weten van, hè, dat is van een dat er loopt. We hebben allemaal twee ogen, een neus en een mond, dat kan niet. Wel moet dus Google Picasa downloaden en die software kan het, voor de burger. Dus maar, ze hebben technologie die mailen vooruit is. Dino Vriend, ik kan er goed van meespreken. De korpschef van Gent, hè? Dat was, met Jasmin was er ook een voorval geweest trouwens, maar inderdaad. Die een brave jongen had wat gefoefeld en heel proces, kon ik moeilijk bewijzen dit en dat. Tot als ik een keer de datalogs begon te bekijken van de gsm-gesprekken, waar dat hij was op die moment, toen we wisten zitten. Dus voilà, het wordt wel zeker gebruikt, geen paniek. Ja, is het allemaal niet een beetje uit de hand aan het lopen, hè? Alles voor onze veiligheid. Van die veredelde, die postbodes, maar veredelde wachters, hè? Vergelijkbaar naar de jaren 30 eigenlijk trouwens, in de jaren 40. Die bevoegd zijn. Ik heb van de week nog iemand, zei mijn collega, ja, er zat een vrouwke in de auto te wachten. En een van die wachterkens kwam voorbij en stokte een bonneke eronder in de auto. En die vrouw zei van, hey, ik zit er niet naar uit, hè. Heeft die jongen, nee. Goed inbeelden, jongen. Ongelooflijk. Ik, weet je dat wij zijn al een beetje anarchistisch erin. Ik terger ze een beetje, van mij krijgen ze hier direct mijn geld. Ik ga niet als een boete betalen, maar zo in twee, drie keer na maanden en dan tot het nog moeilijk. Ik zie hoe ver ik het kan drijven. Maar kijk, alleen op de intimidatie. Hè? Ze schrijven dan letterlijk: de gerechtsdeurwaarder zal desnoods beslag leggen op uw roerende goederen, meubelen, tv, auto, bij gebrek hieraan, zelfs uw loon of een werkloosheidsvergoeding. Voor 19 euro, voor 14 euro essentieel. Die zijn nu een beetje. Voilà. Andere technologie. Ik ga een beetje verder naar de technologie om een beetje. Wat denk je dat die deurwaarder aan de deur stelt, tot geen 19 euro? Nee, inderdaad. Ja. Maar ja, we hebben zelfs zo'n verschil met Nuon ook. Dus die mannen, ze zeiden, ja, hun er moet voor, ja, we willen veranderen van contract. En zij wouden, nee, we willen gewoon ons btw-nummer aanpassen. En zij wouden dus een volledig nieuw dossier. Ik zei, nee, gewoon btw-nummer veranderen, nummerke veranderen. Volledig nieuw dossier, 400 euro voorschot. En wij weigeren, hè. We zitten nog altijd, ondertussen is dat een kost van bijna 1000 euro geworden. En ze blijven doorgaan, hè. Echt plooien, hè. Ja, ben dan betaald, Rikske, hè. Ja. Oké. Echelon, wacht, waar zit ik hier? Ja, dus daar heb ik een beetje overgeslagen, maar als wat. Over die wachters. Dus eigenlijk, die wachters van het systeem, die wifi's zijn er ook nog, hè, draadloze netwerken, je moet een beetje inbeelden, alles is digitaal tegenwoordig. Maakt niet uit, dat de mensen maken een beetje het onderscheid, het is een gsm, het is een computer, het is gewoon allemaal draadloze informatie, het is gewoon digitaal rondgestuurd. Dus daar zit geen verschil in. Ze kunnen als ze willen een heel groot netwerk opzetten. Het zit gewoon in de lucht. Dus Echelon is het systeem dat Peter Thijs van Schaak ook. Dat is nu één site in Man with a Hill. Maar internationaal scannen ze via satellieten, via alles, telefoonverkeer als ze willen. Nu schakelen ze gewoon in op onze gsm. Ze moesten zelfs niet aanleggen, denk ik. Gewoon de kaart zit erin en ze kunnen gewoon intappen. Gewoon inschakelen. Ze kunnen aanleggen. Aanleggen ook, denk ik. Ja, dat is zeker. Dat kunnen de dingen zelfs ook weten, de providers. Ja.
zie je dat de batterij van de gsm plat gaat, is anders die afsluit. Omdat je altijd nog wel... connectie heeft, ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus, ja, dus, wacht eens kijken. Dus een goede film erover, over Echelon, is The Listening. The story is fiction, the technology is real. Dus het gaat eigenlijk een beetje over het verhaal van iemand die er aan de top zit bij Echelon, die het voor het zeggen heeft, maar die ook in problemen komt omdat ze echt mensen intimideren en afluisteren en dan gewoon ter plaatse gaan in elkaar kloppen, folteren en alles. Het ging over iets heel banaal eigenlijk, en daarom dat hij voor die zaak opkwam. En zijn verhaal is eigenlijk dat hij gewoon vluchten naar de Noordpool om van, alle, om van het netwerk ontdaan te zijn. Vanaf daar te kunnen hacken, in te breken en netwerk saboteren. Niet meer waarschijnlijk, nee. Voilà, Apple had de patent voor volledig het scherm cameraatjes te maken. Elke andere pixel ging camera geweest zijn. En dan zeiden van, ja, oef, gelukkig is dat patent. Het is er wel, maar de technologie is er niet doorgekomen. Goh ja, ik weet het niet. De laptopcamera, ze willen het systeem Echelon, die kan bijvoorbeeld ook woorden eruit pikken. Die kan, als we nu bom 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 zeggen, bum bom bom, een paar keer te veel en de computer legt een paar keer de connecties en gaat er een alarmke af. Dan schakelen ze gewoon over naar Sven Odeijn, kijken ze een keer, luisteren ze een keer. Zeg maar. Ik zou straks erover een statement willen maken, maar dan gaat de camera af. Oké, zo wel. Ja, Ik heb ook vastgesteld dat de laatste jaren meer en meer bijna alle belangrijke software, dus dingen in de stijl van operating systems en zo, dat die praktisch niet meer functioneren als je niet gekoppeld bent aan het internet. Nee, dat is heel erg. Als je ze activeert, moeten ze kunnen connecteren via internet om een check te doen. En als dat niet gaat, dan willen ze niet meer. Ik heb het vandaag nog meegemaakt met een paar collega's. Codici, die ik wilde downloaden om bepaalde zaken te doen draaien. En ik kon ze niet installeren omdat het een standalone was en die was niet geconnecteerd met internet. Gaat niet meer. Ik voorspel dat binnen enkele jaren je gewoon niks meer gaat kunnen installeren, tenzij dat je geconnecteerd hebt. En dus op die manier heb ik gewoon onder controle. Cloud computing, hè? Maar ik ga eventjes verder. Sorry. Ja, wacht. Hè. Dus en alles wordt in grote serverparken opgeslagen. Hè? En voilà, onze vrienden die we daar juist vernoemden. Ja, en er zijn serverparken ondergronds, in bergen, overal beveiligd tot en met, dat er zeker iets kan mee gebeuren. En jarenlang, elke letter dat getypt komt er in te passen. Voilà. Misschien kent er iemand RFID. RFID is een kleine chipjes, en vroeger was dat nog een beetje gelijk hier, zo'n labeltje dat je vroeger op de boeken had en zo. Vandaag zijn ze zo groot als stofdeeltjes. En zelfs vandaag, ik weet niet, dat is 5 jaar geleden, ondertussen bijzonder ze vandaag, ja, ik weet het niet hoe groot, maar als we de wet van de Moore beschouwen, verdubbelt eigenlijk de technologie een beetje. Ieder 2 jaar, ik 18 maanden. Ja, 18 maanden. Ja, oké. Dus deze stofdeeltjes kunnen we uitdelen over de mensen. En het zijn gewoon chipjes, dus microcomputers. Nu, ik heb vrienden ook die chipbouwers zijn bij bedrijven, ingenieurs. En die zeiden, ja, dat is allemaal nog niet mogelijk, want die stroom dat er kan in opgeslagen worden is nog niet zo groot en zo. Tot hij onlangs ook op een vergadering voor iemand anders moest een chip bouwen en dat ze daarmee afkwam dat dat wel kon eigenlijk zijn. En de mond viel open. Tijdens de Chinese Olympische Spelen gebruikte men RFID's in de pasjes van de Tibetanen om de groepen te lokaliseren en toegang te blokkeren. Dus op die manier, ze kunnen gewoon scannen. Het is gewoon allemaal digitaal, het zijn erop. Ik heb een studie gelezen dat de Universiteit van Luik, als ik me goed herinner, ontdekt heeft dat dus in ons digitale identiteitskaart, dat daar ook een RFID-chip in zit. Ja, en dat je die op meters afstand kunt bevragen. Dus ik kan gewoon mijn antenne daar goed beter richten en kijken van wat staat op die kaart.
Het gevaar is dat je gehackt kan worden ook. Alleen je hebt gevaar, hè? Maar iedereen kan het uitlezen. Je kunt eigenlijk op afstand, als jij gewoon, bij wijze van spreken, als jij de supermarkt binnenloopt en ze zetten daar de juiste scanner, ja, voilà, dan is dat gewoon je identiteitskaart uitgelezen. Dus dat is eigenlijk producten eigenlijk, hè? Dus stel je voor, hè, dus in de toekomst, Maarten, ik ben een beetje vooruit aan het lopen. Er zijn ook eetbare varianten, dus voor een pil. Hè. Stel dat ze nu zeggen, vaccinatie, hè, met de Mexicaanse en de Paramatantrijden, vaccinatie wordt verplicht. Nou ja, dus wij zijn gevaarlijk, want de bevolking wordt opgehuurd. Dan zeggen ze, oh, die mensen, dat is een probleem, want wij zijn ziek. Zij zijn ziek, stel dat ze ziek zijn en zijn niet gevaccineerd. Hè. En wel, oké, okay, via de vaccin, kun je gechipt worden. Maar stel ervoor dat je in de toekomst een beetje Marcel Lessing zijn verhaal ook in feite, komt buiten. Gewoon, je bent niet gevaccineerd, komt voorbij de supermarkt. Sorry, komt er meer binnen of je bankrekening geblokkeerd. Ze kunnen je gewoon lam leggen op die manier. Dus geen voordeel. We kunnen ook producten labelen in de supermarkt. Dat was eigenlijk de essentiële bedoeling. Dus de producten die gelabeld worden, hij rijdt voorbij de kassa en ze weet, ah, vandaag dat karretje zit zoveel geld. Zit zoveel, Maar stel je voor in de toekomst, dus maar een beetje creatief denken. Hè. De belastingen passeren voorbij ons huis met een scanner. Dat heeft hier allemaal, maar dat hier is, heeft hij geen belasting op betaald en dat heeft waar heeft hij dat gehad? Dat gebeurt al, dat is al gebeurd. Is dat gebeurd? In Nederland is er een experiment geweest 3 jaar geleden, waarbij dat men dus met een auto met een scanner voorbij de huizen reed. En dat op basis, want als je uw euro neemt, dan moet je maar eens zien. Dus dat, ja, dat komt. Op basis van dat men dus kan zien hoeveel zwart geld, ja, voilà, in dat je binnenzinkt. Dat is de volgende stap. Is dat gebeurd? Ja. Wacht, dit is mijn volgende betoog. Volgens sommige mensen zitten er zelfs in de chemtrails zit er smart dust. Dat is ook een soort van RFID. En kan een computernetwerk maken gewoon door dat rond te strooien. Het is een theorie en de technologie zijn ze wel mee bezig met DARPA. Dus er is wel de mogelijkheid ervan aan te onderzoeken hoe ver men kan gaan. En eigenlijk zit het dan in zo'n wereld. Dus men kan via die chipjes die rondgestrooid worden. Kan men alles, we kan luisteren, we kan temperatuur meten, kan alle sensoren erop zetten. En we kan gewoon een 3D-beeld digitaal vormen. Dus fictie of werkelijkheid. Hè? Ja, wat schijnt. Hè? Sommige mensen zeggen zelfs dat via GSM-technologie ook al kan. Dat is overbodig. Al wat we zien is een hologram. Wij zien een krachtveld. Want de effectieve ruimte. Die materie inneemt, is voornamelijk die ruimte, maar toch zie je een tafel of een vloer. En dat zit vol met die ruimte, maar toch zien we een vlak. En dan zien we een krachtveld zien, en dan onze zintuigen niet sterk genoeg zijn. Dus dat is al aan de hand. Ja. Onze fysica is al vast. Ja. Ja, dat is juist. Ja. Wij zien krachtveld, wij zien de realiteit. Ik ga even van het. Dus inderdaad, hè, de chipjes. Veel mensen geloven het niet, dat vond het ook moeilijk te aanvaarden eigenlijk. Ik had ook eerder een idee van, ja, er zit een stripje in, midden, en dat is een kortsluiting erop als je dan de microgolf steekt, 3 seconden. Maar nee, het wordt zelfs officieel al toegegeven. En mijn bankdirecteur kon het ook bevestigen, uiteindelijk, in het begin niet. In euro's ook al, ja, zeker weten. Ja. En het reisregister, inderdaad. De RFID zit erin, hè, digitaal. Hè. Voilà, maar stil zijn. Hè? Vooral niet de mensen wakker maken. Wacht, hè. Mijn draad een beetje kwijt. Ja. Moeten we hiervan bang zijn? Hè? Oh, ja. Voilà, ze zijn bezig met gedachten. Scans ook, dat weten er juist ook zijn. Dus dat ze gewoon onze gedachten kunnen lezen en vooral hun gedrag. Dus of dat je gevaarlijk gedrag hebt, met wat dat je bezig bent. Ja, ik weet niet, toch redelijk bedenkelijk, hè? Er zijn leuke toepassingen, hè? Mattel heeft een computerspelletje waarmee je met gedachten een balletje kunt bewegen en dan door een labyrintje zo laten gaan. Dus, ja. Het begint redelijk op Minority Report te worden te lijken eigenlijk, hè? Dus wat dat Peter zegt, hetgeen dat je in de toekomst gaat doen, dan zegt men nu al van, ja, dat is hier een gevaarlijk persoon en men begint u al op te sporen of al te schaduwen of desnoods te veroordelen zelfs al. Zo ver zijn we nog niet, maar. Hè. Dus DARPA, dus ik ga een beetje verder gaan naar de technologie nu. DARPA, het onderzoekscentrum van de Amerikanen,